Ik ben Ryan en vandaag gaan we spelen op de map Noord, de nieuwe DLC map pack Sabotage. We gaan kijken of dit een leuke map is. Het is een beetje een spookachtige, donkere stadmap. Ik wil een like achter, een vijfde like zou mooi zijn en dan gaan wij kijken wat we kunnen maken. We zijn ondertussen op het potje aangekomen, en we spelen op de map Noord Team Deathmatch. We gaan kijken of wij hier een leuk potje kunnen gaan neer. Laat ons een like achter. We gaan natuurlijk weer tot gewoon op DLC voor de 15 likes. Ik ben benieuwd of wij die gaan halen. In ieder geval, deze map ziet er heel donker en heel creepy uit, dus ik weet niet wat het is. Ook futuristische stad zo te zien. Dus we gaan kijken of we een lekker potje kunnen gaan neerzetten. Oh, ze zijn allemaal enemies. Oh shit. Oh shit. Nee. Teammates, waar zijn jullie als ik jullie nodig heb? Waar zijn jullie jongens als ik jullie nodig heb? Wauw. Oké. Kijk, waar ik net was. Ik ken heel deze map niet. Dus ik heb helemaal goed niet waar ik net was. Ja, denk ik. Voor mij... Oh nee, ik liep hier niet of wel. Nou, ik ging daar langs. Het is leuk als je die map niet kent. En dan, oh shit, weet je niet waar je net was. Oké, we gaan even kijken. Want voor mij zitten ze hier allemaal. Oh mijn god, ik schoot heel tussen zijn benen. Ik schoot heel tussen zijn benen. Wacht even. Kunnen wij dit doen? Ik wou hem als lokkaas gebruiken. Maar ik denk, nou, dat duurt me te lang. Holy shit, ik had echt geluk hier. Ik heb best wel veel geluk af en toe in dit spel. We zijn denk ik in het midden. Ja, we zijn in het midden aangekomen. Assist. Ik wil geen assist, ik wil een kill. Lekker, ik zie nog twee enemies. Oh, mijn neus. Oh shit, nee. Ha, lekker. Ik heb hem. Oh, ik zie daar eentje. Hop. En ja, zag hij mij? Ja, hij mij ergens moeten zien. Sowieso zag hij mij. Wij gaan 6 op 3. Dus hij moet een beetje gas geven. Is wel, ik moet eerlijk zeggen, dat het best wel close quarters is, heel de tijd. En dat vind ik wel leuk. Dan maakt de map ook snel. Als je lange afstanden hebt, gaan mensen automatisch toch een beetje campen. Dan wordt het automatisch slow. Maar of dit gedeelte van de map dan, dat vind ik wel een beetje camperig. Maar als het normaal middag gedeelte van de map. Oh shit, ga dood. Lekker. Een specialist gekild. Ik denk dat ze nog niet meer weer gemaakt ergens. Oh nee. Het wapen is wel slap hoor, jezus. Het valt me nu best op dat die wapen niet zo heel sterk is. Of alleen aan mij. Op de enemies hebben we gewoon betere wapens, maar... Holy shit. We gaan even naar boven lopen. Om te kijken... Als we nu aan het campen zijn... Ik wist het, ik hoorde een gastje springen. Dan springen verraad je soms zo hard, hè. Dat doe ik eigenlijk bijna nooit. Kijk, gaan we lekker omlopen. We moeten gewoon een beetje slim zijn. Nu dat ik slim ben... Maar poging tot. UAV'tje binnen. Oké, ik zie als hier rechts zijn, hier denk ik. Woe! Oh shit. Oh shit, ik moet even langs. Specialist. Oké. Oh shit, sprayen. Kill me alsjeblieft. Oh, dit is geweldig. Ik was echt... Ik wist mijn god niet waar ze waren. Dus ik ging alleen maar sprayen. Precies op het moment waar ik spray, dan... Ja, kwamen ze. Ik vond me humoristisch. We hebben in ieder geval onze warden gehad, eigenlijk al onze streaks. En ik zie dat onze team een advanced UV hebben. Een soort hater-achtig iets. Oh mijn god, het is hij specialist dat. Al had ik hem sowieso gehad. We gaan hem hier op gooien. Ik ben benieuwd hoeveel wij kunnen pakken. 3. Dat is al nice. Een triple kill. Lekker.
En nog een hardline bonus. Oké, dan gaat het. Nee! Toen hij aan het springen was. Hij was aan het springen daarna ik dood ging. Wauw. Ik moet wel aan deze map waar je naar boven kan springen. Dat is echt. Zeg is deze map al redelijk om te spelen. Ik denk. Dan ga je dood, dank je. Ik denk eraan gewoon hoe de enemies zijn. Als echt gewoon. Echt campers zijn, denk ik deze map heel rot is om te spelen. Maar buiten dat. Lijkt mij wel fijn. Dus nu vind ik hem fijn, laat ik het zo zeggen. Deze enemies. Kan het hiermee door, maar. Zoals ik al zei, met betere enemies. Beetje met enemies die nadenken. Ik denk niet dat het een hele fijne map is om. Tegen hun te spelen. 29 op 9. 30 op 9. Ze lopen van mij weg. Ja goed, dat wil zeggen. Teammate gaat dood, anders spannen ze hier namelijk. Oh nee, het is een veel sterk wapen. Nee, damn it. Soms hè. UMP is lekker warm, maar soms moet je echt gewoon. Is hij net gewoon niet. Als je niet begrijpt wat ik bedoel, dan. Voor mij is hier ergens een enemy in de buurt. Buiten die ene om. Ah. Huh. Ik dacht dat er even in de buurt was. We gaan even links in het huisje kijken. Moet nog een paar kills. Dan heb. Ja. Ik dacht dat ik hem al zag. Ik was aan het praten. Ja, ik had gezien. Ik was zo aan het praten. Nou, zou hij mij gezien hebben, maar blijkbaar wel. Blijkbaar zag hij mij wel. Ja, oké, maar fuck. Ik zie al mensen doodgaan. En mij ook. En ik ben mijn specialist kwijt. Wauw. Dan gaan we zien weer dat ik aan het einde gewoon weer redelijk vaak doodga. Ik weet niet wat het is. En die missie zit ook de hele tijd doodgaan. Het is alsof wij gewoon minder leven hebben. Wij gewoon genaaid worden, zo weet je wel. Oh shit. Je had mijn knife, hè? Hij had mij sowieso knife. Oké, dat ga ik niet doen. Kom dan. Ja, noem maar niet. Dat gaan we niet doen. In ieder geval 32 op 12. Ik vond het best een lekker potje. Ik denk dat het moment dat ik echt helemaal ging sprayen, vond ik echt geniaal. Dat vond ik echt leuk. Dat vond ik oprecht echt leuk. 32 op 12. Lekker potje. Redelijke map moet spelen, zou ik al zijn. Misschien met betere enemies dan het irritant is. Maar in ieder geval 5 likes moet haalbaar zijn. En dan dank je voor het kijken en zien we de volgende video. Oude we. Light 'em all, yeah, I'm burning it up. DPGC, you should be turning it up. CPT, LBC, yeah, we hooking back up. And when they bang us in the club, baby, you got to get up. Cause homies, thug homies, yeah, they giving it up. Low life, yo life, boy, we living it up. Take it-